In deze video proberen we de eerste elite trainer Crispin te verslaan. Hij heeft allemaal vuur-Pokémon. En als je denkt dat je dit met een random team kan doen, dan kom je echt bedrogen uit. Zal het lukken om Crispin te verslaan? En met welk team zou dit moeten lukken? Veel plezier met deze Indigo Disc video. Carmine zegt, ik moet je wel even iets vertellen over Drayton en over Kiki. Ja, vertel even wat over Kiki eerst. Sinds we terug zijn uit Kitakami is hij echt een ander persoon geworden. Hij is elke dag aan het battlen en aan het trainen. Drayton was altijd de sterkste student hier, maar Kiki heeft hem verslagen. En Kiki is nu de president van de League Club. Oh, en de kampioen. Holy moly. Kieran is gewoon de sterkste Pokémon trainer hier. Hij praat ook bijna niet meer. Kieran is veranderd. Maar gelukkig ben jij hetzelfde gebleven, Rikachu. Als Kieran nog maar één vriend over heeft, dan ben ik blij dat jij het bent. Wil je alsjeblieft naast hem blijven staan? Ja, natuurlijk. Ik ga hem wel weer veranderen. Ik zorg ervoor dat hij weer normaal gaat doen, man. Komt goed. En ze wil ook nog wel wat over Drayton vertellen. En ze zegt, vertrouw hem niet. Vertrouw Drayton niet. Hij is super irritant en hij is iets van plan. Ik weet niet wat, maar vertrouw hem gewoon niet. Ik zal het in mijn achterhoofd houden. We moeten nu naar het café. Ik denk dat we hier Drayton gaan tegenkomen. Drayton? Hallo? Oh, ik moet met hem praten. Ga ik voor een Academy Shake of voor een special of voor de patatjes? Blijkbaar doet alles wel iets. Oeh, deze geeft sparkling power. Dan kan je snelle shinies krijgen. Maar moet ik per se iets kiezen of... Ja, blijkbaar. Nou, dan ga ik voor de frietjes. Om, nom, 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 nom. Lekker patatje met ketchup pikanen. Hoppakee. Lekker, man. Geniet ervan, hè, Pokémonnen. Dus lekkere Dugtrio. Kijk, Ninetales is ook aan het genieten. Ja, Mak die vindt alles wel lekker, denk ik. Oh, hier zit Drayton. Ik had hem helemaal niet gezien, joh. Zat een beetje daar te chillen, verdekt opgesteld. De Academy Special is het beste ding op de menu. Ja, die kon ik alleen nog niet kopen, vriend. Die was te duur. Drayton zegt zo, met jouw team zou je misschien wel Pokémon kampioen kunnen worden hier, hoor. Ik wil dat jij de BB League joint. Ja, is goed, man. Wil ik wel. Wie is dit? Wie is dit? Oh, wie zei... Oh my gosh. Is dit de hele elite voor? Ik denk het wel. Kieran en Lacey. En ik denk dat die andere twee... Ja, ja, die horen ook bij de elite voor. What? Allemaal kiddo's. Kieran die zegt wat. Was je over mij aan het praten? Hey, Kieran. Ik ben toch je mattie? Herken je mij nog? Of... Kieran zegt, waarom ga je niet even je Pokémon trainen als je hier alleen maar aan het praten bent? Yo, what up, Kieran? We hebben zelfs een beetje hetzelfde kapsel nu. Yo! Hoe is het, maat? Kieran zegt, serieus? Kom je echt hier studeren? What? Waarom? Lacey zegt, ja, ja, dat is waar. Ik heb hem al ontmoet. Director Cyrano, die heeft hem al voorgesteld. Drayton zegt, ja, we zijn al matties geworden, joh. Ik heb net gevraagd of ik de BB League wilde joinen. Een student van een andere school. Wat? Die de BB League joint? Wat? Dat had ik niet verwacht, zegt mevrouwtje aan de linkerkant. Lacey zegt, ja, Rikachu, die is misschien wel goed in battle, hè? Maar dat betekent nog niet dat hij thuis wordt in de BB League. Drayton die zegt, ja, maar ga je hem nou buiten sluiten of mag iedereen gewoon joinen? Drayton zegt, laten we stemmen. Ik stem voor ja. Lacey zegt nee. Oh, Crispin? Ja, Crispin die zegt ja. Dat is die aan de rechterkant met die pan. Oké, cool, cool. 2-1. Amaris, wat zegt Amaris? Nee, Amaris zegt nee. Dus er staat er 2-2. Oké, Kieran, wat zeg jij? Kieran, mag ik de BB League joinen? Hij zegt, maakt niet uit wie er tegenover mij staat. Ik verlies toch niet. Oké, is dat een ja? Dat is een ja, hè? Lacey zegt, de Drayton, je zit alleen maar te manipuleren. Bla, bla, bla. Lacey, niet zo boos doen, joh. Hé, bedankt, maat. Dankjewel. Oh, mocht het niet? Drayton zegt, sorry, Rikachu. Oh, toch wel? Ja, oké. Okay. Drayton zegt, ik loop gewoon achter je aan. Ik hou je in de gaten. Komt allemaal wel goed. Kom naar me toe bij de receptie. Ja, prima. Ik ga gelijk naar de receptie. Even kijken, hier zo. Yo, Drayton. Hier kan je inschrijven voor de BB League. Oké, okay, moet ik dat doen? Maar ik heb nog geen team die goed genoeg is voor de BB League, denk ik. Deze mevrouw zegt, je bent een uitwisselingsstudent. Dus je staat hier nog niet uitgerold in, of ingeschreven in onze academie. Drayton zegt, ah joh, maakt niet uit, joh. We hebben er net over gepraat, dus helemaal goed. Daar komen Carmine en Kieran aan. En Kieran zegt, ja, nee, ja, hij vertelt de waarheid. Ik sta toe dat Rikachu de BB League joint. Oh, dankjewel, Kieran. Dankjewel. Ik wil gewoon nog een keer tegen Rikachu battelen. Ja, maar niet nu. Ik ben nu nog niet klaar, Kieran. Eerlijk. Wat wil je vertellen? Hij zegt, Rikachu, beter ga je tegen niemand verliezen totdat wij gaan battelen. Is goed, ik ga mijn best doen. Kijk hem lachen. Hij zegt, ik ben geen klein kind meer. En dat weet je op het moment dat wij tegen elkaar gaan battelen. Ik zal het je laten zien. Oké, is cool man, ik zie jou later. Carmine zegt, dat was ook de eerste keer dat ik weer eens een keer met hem praat. Maar hij doet zo arrogant. Drayton zegt, nou ja, hij is ook natuurlijk wel de kampioen, hè. Dus ja, Carmine zegt, jij hebt dit Rikachu aangedaan. Je sleept hem mee. Ja, nee joh, was mijn idee. Helemaal prima joh. Ik denk dat we Drayton op zich wel kunnen vertrouwen. Oké, en nu, wat moet
moeten we nu gaan doen? Oh, ik ben blijkbaar nu ingeschreven. Wat? Ik mag nu al de Elite 4 uit gaan dagen. Oh, maar eerst moeten we de trials van de Elite 4 gaan doen. Oké. Ze hebben allemaal een eigen trial en dan moeten we hun allemaal verslaan. En ze hebben allemaal hun eigen biome. Zie je? Hun eigen gedeelte in de map. Ik denk dat we bij Crispin dan moeten beginnen misschien. Oké, nou, we lopen weer rond in de biome. Oké, maar hier is dus de Elite 4. Hallo allemaal. Dit is de Savannah Plaza Terrarium. En ik moet met hem praten als ik de trial wil doen. Oké, maar wat is de trial dan? Oh my god, we moeten gewoon 50 BP geven. Ik weet niet of ik hier klaar voor ben, maar ik ga maar gewoon 50 BP betalen. De Crispin die wordt geroepen en zegt... Hey, dit is iemand die wat wil bestellen bij Crispin. Zeg ik, kom eraan. Ik heb je in het cafetaria gezien, hè, Rikachu? Ik moet hem even volgen. Gaan we samen koken? Oh my god, daar lopen... Oh my, McMortar heeft hij gewoon. Oké, het is wel serieus koek, denk ik. Crispin zegt, ik wacht al op zo'n goede challenger als jij. Dat je nu al de Elite 4 wil uitdagen, dat zegt wel wat. Ik snap wel dat Kieran en Drayton je aardig vinden. En als ik eerlijk ben ik zelf ook wel nieuwsgierig. Maar ik ga je waarschuwen. Mijn trial is geen kattenbis. Ja, we moeten een super spicy sandwich maken. Super, super, super spicy. We moeten gaan handelen met de League Club members. Zodat we krijgen wat we nodig hebben. En als we dat allemaal gevonden hebben, dan moeten we met hem gaan praten. Oké, ik heb nog nooit een sandwich gemaakt in deze game. Ik doe zelf niet echt een sandwiches, dus dit wordt een ding. Ik denk dat ik niet ready ben, maar ik zeg dat ik wel ready ben. Oh, oké. Kijk, het wordt al klaargezet allemaal. Dus we moeten eerst ingrediënten gaan verzamelen. Oké, ja, is goed, bro. is goed. Ik ga het proberen, ja? Ik heb geen verstand van sandwiches. Moeten harvest slaan voor aardappelsalade? Nou, dat is niet echt pittig. Chili sauce of ketchup? Oké. Chorizons. Jalapeno. Ja, jalapeno, die wil ik. Hij geeft mij een super spicy jalapeno als we een prosciutto en olijfolie kunnen geven. Heb ik dat? Oké, heb ik nog niet. Prosciutto en olijfolie. Mayonaise. Ik krijg 3 ingrediënten van hem als we hem wat geven. Hey, ik denk dat we gewoon maar moeten beginnen met haar verslaan. Dan hebben we in ieder geval een aardappelsalade en dan hebben we iets om mee te beginnen. Is goed, battelen. Wordt dit dan ook weer een duo battle of gaan we nou een keer normaal battelen? Kom maar op, Julienne. Kijk, die gaat ook weer duo battelen. Ja, dit is wel een probleem, man. Ik ga mijn moveset even aanpassen van Duck Trio. Kijk, want deze earthquake die gaat iedereen raken straks. Oh, maar... Oké, die gaat Electros niet raken. Kijk, maar ik sloeg mijn Graveler gewoon, hè? Ja, dit is niet handig. Ja, die Gigadrain die helpt dus ook niet, want mijn Graveler was al bijna kapot. Ja, we gaan straks eerst die moveset aanpassen, want Earthquake is echt niet handig. Oh my god, Ductrio ook gesloopt. Dit gaat helemaal niet goed, hè? Volgens mij heeft die Electric helemaal geen weaknesses ook. Gaan we eerst die Camerupt maar eens kapot maken? Daar gaat hij hoor, Discharge. Oké, Araquanid kan het gelukkig overleven. Ik hoop... Oh nee, nu ben ik geparalyzed. Alles gaat fout! Crunch hem kapot. Oh nee. Oh nee. Ik word heel hard genakt. Nu moet ik Ninetales gaan inzetten tegen een Camerupt. En ook nog Executor. Ja, dit kan niet goed gaan. Oké, laten we Blizzard proberen. Met Ninetales. Hopelijk raak ik iets. Nou, ik raak Camerupt niet. Electros wel, maar die gaat... Begint het ook nog te regenen. Heftig. Executor paralyzed. Letterlijk alles gaat ook fout. Oh, Ninetales ook paralyzed. Alles gaat echt fout in deze battle. Het is verschrikkelijk. Ja, dit zijn mijn laatste 2 Pokémon. Dit gaat nog niet goed. Welk level zijn zij überhaupt? Die Gigadrain maakt die Electros ook nog niet kapot. Nou ja, hè? Level 75 zijn ze. Oké, dit moeten we even anders aan gaan pakken. Dit gaat niet werken zo. Executor leeft trouwens nog gewoon. Had ik niet verwacht. Drakenhamer! Wat een vlots. We hebben 1 Pokémon verslagen. Kan Ductrio even reviven? Even kijken wat dat gaat Even kijken wat er dan gebeurt. Executor is weg. Als ik hem nou gewoon kan raken met een earthquake of zo, dan is die denk ik wel kapot. Toch? Toch? Dan ben jij gewoon kapot, toch? Camerupt. En dan hebben we alsnog gewonnen. Oké, ik ga allemaal snoepjes geven aan mijn Pokémon. Want 10 levels verschil. Bij sommigen, dat gaat niet werken. Maar ik heb wel mijn aardappelsalade binnen. Dankjewel, mevrouw. Oké, hier heb je van mijn potato-salade. Krijg ik dan 3 ingrediënten van jou. Een ui, komkommer en prosciutto. Oh, kijk, die andere kerel, die wilde volgens mij prosciutto. Oh, dan moet ik ook nog olijfolie hebben. Oké, deze guy heeft ook jalapenos. Ja, ik wil straks met jou battelen. Je gaat me niet vertellen dat jouw Pokémon level 80 of zo zijn, hè? Dat ga ik niet accepteren, vriend. 75. Ik denk dat ik Tri-Attack ga doen. Op Blossom. En Stone Edge op Torkoal. Let's go. Ik had misschien moeten focussen op 1 Pokémon. Dus Blossom gelijk bevroren. Run. Nee, niks. En Blossom die sloopt mijn Graveler bijna. Blossom is ook gewoon gelijk weer vol van HP. Oké.
Dit werkt niet. Ik ga opgeven. Ja, al deze tegenstanders zijn level 75 Pokémon. Daar kan ik gewoon niet van winnen. Ik moet mijn team eerst even levelen voordat ik dit kan gaan doen. Want dit slaat helemaal nergens op. Even koekeloeren. Heb ik nog snoepies? Ja, maar niet heel veel. Dit zet geen zoden aan de dijk, ben ik bang. Ze zijn nu wel ietsje sterker, maar hiermee ga ik het zeker nog niet redden. Oké, ik ben gaan trainen. En nu zijn al mijn Pokémon level 75 of hoger. Dus nu heb ik er vertrouwen in dat ik deze challenge wel aan kan. Oké, Galapeno boy. Tijd voor deel 2. We konden het ook voor 50 BP bij hem kopen. Maar dat is mijn eer te na. Ik wil hem gewoon verslaan nou. Oké, Blossom en Torkoal. Ik ga gewoon proberen om ze allebei in beurt 1 te verslaan. Een Ice Beam op Blossom. Oké, dat is helaas dat is niet genoeg. Maar Blossom is wel bevroren. Kijk, dat is heerlijk. Maar ze is alweer ontdooid? Hoe kan ze zo snel ontdooien? Gewoon in de eerste beurt. Wat? Komt het door die jalapeno's of zo? Oké, dan liquidation op Torkoal. Die overleeft het ook. Oké, ik moet één target gaan kiezen, denk ik. Torkoal gaat voor Stealth Rock. Dus iedereen die nu de battle binnenkomt, wordt gelijk pijn gedaan door de spijkers die daar liggen. Kan ook voor Blizzard gaan, daar raak ik ze allebei. Maar die heeft maar 70 accuracy. Nee, we gaan gewoon voor Ice Beam. Ice Beam op Blossom. En als er dan nog nodig is, een Leech Life op Blossom. Ik wil er zeker van zijn dat we in ieder geval één Pokémon nu uitschakelen. Oké, dat doen we. Nou, die Leech Life gaat dan niet heel veel doen op Torkoal. Maar goed, maakt niet uit, maakt niet uit. Ik maak nu tenminste kans om ze te verslaan. Dat is wel lekker. Oké, en wat gaat Torkoal dan doen? Gaat Torkoal op mijn Ninetales? Torkoal gaat voor een Rock Slide op ons allebei. Oké. Ik denk dat we nu in ieder geval even die Torkoal moeten gaan uitschakelen. Dat ga ik doen met Liquidation. En dan gaat Ninetales gewoon op Fireplume. Die gaat alvast Fireplume pijn doen. Oké, cool. Kijk, dit gaat beter dan de net, jongens. Dit gaat veel beter dan de net. Iemand van jullie zei trouwens in de comments dat het misschien wel leuk zou zijn, terwijl mijn Ninetales kapot gaat, om alleen maar regional form Pokémon in mijn team te doen. Dus dan zou Araquanid er nog eigenlijk uit moeten. En dan kan ik bijvoorbeeld Galarian Slowpoke of zo erin doen. Oké, Magmar gaat voor Confuse Ray. Die is blijkbaar de snelste van ons allemaal op Alolan Exeggutor die ik net in mijn team Piwimpy heb gedaan. Alolan Exeggutor moest eigenlijk een Fireplume nakken. En... oh, lekker. Magmar gaat wel echt in één keer kapot door Araquanid. Hoppakee. Lekker Pokémonnetje toch wel hoor. Die gekke spin. Slushball gaat op Exeggutor. Oeh, en die is dan al weg. Oké. Ik wou extra sensory doen. Ik dacht dat ik sneller zou zijn, maar dat heb ik even verkeerd ingeschat. Oké, nou, dan gaan we maar Muk erin gooien of zo. Let's go, Monkey. Maar dit moet goed gaan komen. Crunch of Fireplume? Ja hoor, lekker. Fireplume is weg. Dit is de laatste Pokémon. De Galapeno's zijn voor mij. Kom maar op met die Galapeno's. Heb ik weer even 50 BP bespaard. Hoppakee, krijgen we ook 7500 prize money. Ik ben een Galapeno-worthy trainer volgens deze guy. Nou, dit is mooi. Maar is een Galapeno al genoeg, hè? We krijgen van hem ook 3 ingrediënten als we een goed antwoord geven. Wat krijg je als je eieren, olie en azijn mixt? Eieren, olie en azijn? Geen van dit. Echt? Dan krijg je gewoon iets, wat? Eieren, olie en azijn. Krijg je dan een jalapeno? Volgens mij ben jij gewoon aan het flashen, jongen. Volgens mij is geen één antwoord goed. Jongen, je zit de boel in de maling te nemen. Je krijgt ook geen komkommer daarvan. Dan hebben we alleen nog prosciutto over. Zie je? Alles is fout. Wat zeg jij? Deze man is een scam, jongen. Oké, zij wil graag een komkommer. Die wil ik wel voor chilisaus ruilen als ik een komkommer heb. Ja, die heb ik ook nog. Oké, cool. Chilisaus, jalapeno. Ja, dit gaat de goede kant op. Rode chorizons. Oké, bij deze guy kunnen we in ieder geval mayonaise fixen. Geen idee of we dat nodig hebben. Maar als we hem verslaan, krijgen we mayonaise. Nou, hij is een beetje zenuwachtig zo te zien. Pyroar. En Pyroar. Oké, dat is niet goed voor mijn Ninetales. Dit gaat niet goed komen hoor. Sorry Ninetales dat ik je dit aandoe. Maar ja, ik kan mijn Pokémon niet wisselen. En ik weet natuurlijk ook niet wie eraan komen. Dus ja, ik kon er niet zo heel veel aan doen. Zou Araquanid sneller zijn dan die... Nee, oké, die Pyroars zijn ook nog eens super snel. Gelukkig is het nu niet super effectief op Araquanid. Omdat het ook een Water-type is. En die sloopt die andere Pyroar wel even lekker hoor. Met zijn super wateraanval. Oké, dan gooien we Ductrio er nu bij. Want Ground is natuurlijk ook super... effective tegen Fire. De trio Earth Power. Hoppakee. Maar Pyro leeft gewoon nog voor de helft. Die gooit even een flamethrowertje op Ductrio. Ja, dat is toch... Ductrio heeft wel veel weaknesses, man. Alolan Ductrio. Hij gaat ook altijd kapot door ground attacks. Gaat hij zelf ook kapot? Ik weet het niet zo goed. Ik denk niet dat de beste Pokémon in mijn team is. Ik denk dat hij er uiteindelijk ook nog wel uit moet. Araquanid is deze challenge wel een beetje aan het carryen. Kip carryen. Mag ik kip carry in plaats van mayonaise? Oké, cool. Nou, ik heb mayonaise gekregen. Dat is natuurlijk heel mild, heel romig. Ik denk niet dat precies het juiste ingrediëntje is. Wou jij nou mayonaise hebben? Nee, die wil eieren hebben. Maar er zitten ook eieren in mayonaise. Nee, oké, maar hij neemt geen genoegen met mayonaise. En jij?
Jij wil mosterd? Heb ik ook niet. Ik heb niet de juiste dingen voor hun. Wat is dit? Oh, nu staat er wel opeens mayonaise tussen, hè? Ja, dat wist ik toch. Natuurlijk krijg je daar mayonaise van, maar die kon ik net niet kiezen voordat ik die mayonaise had. Nu krijg ik opeens wel eieren, olijfolie en azijn. Nou, nu kan ik dus alles ruilen hier zo. Sowieso wil ik jouw chorizo's. Ik denk dat ik die nodig heb. Hier, jij mag mijn eieren hebben. Jouw jalapeno wil ik ook nog wel, want dan heb ik er 2 van. Dankjewel, maat. En voor jou kan ik ook nog wat krijgen, hè? Ik wil mijn azijn wel ruilen voor jouw mosterd. Ik denk dat mosterd is ook nog wel, daar zit ook nog wel wat pittigs in. Ja, nu hebben we toch wel alle ingrediënten, jongens. Dit moet wel, dit moet genoeg zijn. Laten we koken. We gaan even super spicy sandwichje maken, hoor. Ik wil sowieso 2 jalapeno's erop en chorizo. Ui, hoeft niet per se. Nou, je kan ik er ook op gooien. Chili saus, mayonaise niet, maar wel mosterd. Ja, een fiery pig natuurlijk. Hoppakee, met Mac Mortar er bovenop. Ja, ik denk dat dit echt super, super, super spicy moet gaan worden, hoor. Oké, is het... Ja! Ja, volgens mij is het goed. Hij gaat helemaal kapot. Lekker, hoor. We zijn geslaagd voor deze test. Een tasty Rickachu original noemen we dit. Wow, dit is niet meer spicy. Dit doet gewoon pijn. Ik verbrand helemaal van binnen. Dit is mijn oordeel, zegt hij. Nou, wat is je oordeel? Ja, we hebben het gehaald. Lekker, het was perfect. Nou, dankjewel, man. We hebben de elite trui al gewoon gehaald. Hotsevlots. Maar krijgen we nu ook een badge of iets? Of is dit het? Ik ga hier nog van genieten terwijl wij teruggaan naar de plaza, zegt hij. Oh. Oh, kijk, we staan op het battlefield. We krijgen een elite battle. Ik ben nog niet klaar, maat. Mijn Ninetales staat nog op de eerste plek. Dat lijkt me geen slim plan tegen jou. Maar even terugkomend op het type van Ducktrio. Dat is Ground and Steel. Dus hij is ook weak tegen fire. Nou, in ieder geval gaat Araquanid op 1. Misschien moet ik eventjes Graveler dan maar op 2 zetten. Ducktrio dan als de nood aan de man komt. En dan Ninetales en Exeggutor hebben we niet zo heel veel. Dus ja, we hebben eigenlijk maar 3 Pokémon die ik echt goed zou kunnen inzetten. Hij zegt, volgens mij is er een bepaalde gestoorde geschiedenis tussen jou en Kieran, hè? En Drayton, die is ook een plannetje aan het voorbereiden. Ah, alles is zo ingewikkeld. Waarom doen jullie zo moeilijk? Als je wat wil zeggen, zeg het gewoon. En als je iets wil doen, doe het gewoon. Dat is echt wel een goede tip, trouwens. Er zit een levensles in Pokémon, jongens. Ik battle omdat ik wil battelen. En weet je wat? Zo zou het ook moeten zijn. Ik ben Chrismin. Ik vertegenwoordig de savanne biome voor de Elite Four. Ik wil winnen en dat is ook wat ik ga doen. Ik vind Chrismin wel een coole guy, man. Oh nee, zo moet ik het niet zeggen. Ik vind hem een hete man. Let's go, Chrismin. Met een Rotom in zijn fire form. Oeh, en een Talonflamepie. Ik denk dat we snel voor die Rotom moeten gaan. Want die kan met elektriciteit ook mijn Araquanid kapot maken. Oké, okay, Talonflame gaat gelijk voor Brave Bird op Araquanid. Mijn Araquanid is ook in 1 keer gesloopt. Oké, okay, zie je? Ja, deze gaat echt een probleem zijn, man. Deze wordt echt heel lastig. Talonflame damage wel zichzelf. Rotom doet Will-O-Wisp, zodat mijn Graveler geburnt is. Die is dan nu verbrand. En hopelijk kan Graveler dan gewoon in 1 keer die Rotom kapot maken. Oh, dit doet echt veel te weinig, jongens. Dit doet veel te weinig. Welk level zijn zijn Pokémon? Ik ga nu Muk inzetten. Kijken wat Muk kan doen. Ja, en dan gaan we nu toch maar voor Talonflame, denk ik. Ik denk dat nu de target moet zijn om uitschakelen. Want deze Brave Bird aanval, die is echt super sterk altijd. Rotom gaat voor Overheat en dat doet hij dan ook op Muk. Jeetje, Muk is ook al kapot. Dit gaat helemaal niet goed. En de rest van mijn Pokémon heb ik oprecht niet zoveel aan. Thunder Punch op Talonflame, die overleeft het ook weer. Dan is het te hopen dat Ducktrio echt super snel is. Maar Ground Move zijn waarschijnlijk ook niet effectief tegen Talonflame. Dus we moeten voor Night Slash gaan. Zijn Pokémon zijn level 77, jongens. Ja, Talonflame sloopt Ducktrio ook met Flare Blitz. Ja, oké. Okay. Die Talonflame is veel te snel. Alle hoop is gevestigd eigenlijk op Graveler. Die moet het gaan doen. Alsjeblieft, schakel in ieder geval Talonflame uit. Kijk, dit is top. Oké, okay, dat is 1. Chrismin zegt, wow, waar komt al die damage vandaan? Ja, ik weet het niet zo goed, maar de... Ik heb in ieder geval 1 Pokémon down van je. Hoeveel Pokémon heeft hij überhaupt? Ik kan Dragonhammer proberen met Exeggutor, maar... Ja, ik moet wat. Hier komt Camerupt. Oh, hij heeft 6 Pokémon? Dit gaat me nooit lukken. Ik moet echt een team hieromheen bouwen om dit te fixen. En dat is ook wat we gaan doen. Oké, laten we eens gaan kijken wie we allemaal mee moeten nemen. Misschien moeten we Ursaluna wel gebruiken. Ducktrio hebben we in ieder geval niks aan. Zit er wat tussen mijn shinies? Oh ja, Donphan. Donphan hebben we nodig. Ninetales, sorry, maar jij bent ook niet gemaakt voor deze battle. Quagsire is denk ik ook een hele goeie. Die gaat dan voor Muk. Ik zou ook nog Golurk kunnen doen in plaats van Exeggutor. Die moet ik wel even levelen dan. Poliwrath van level 81. Misschien is dat wel the way to go. Ja, die moeten we dan gelijk terrestrializen en inzetten tegen Talonflame. Oké, guys, dus dit is het team dat ik heb samengesteld voor de eerste challenge tegen de Elite Four member. Het is me duidelijk dat ik het niet ga halen met een random team. Dus de vraag van de dag is, naar wie moeten we hierna?
En met welk team? Laat het weten in de comments. Ga Raindance in plaats van Bellydrum geven aan Poliwrath? Daarmee worden vuuraanvallen ook minder. Oeh, en Donphan die kan Thunderfang leren. Maar ja, het is natuurlijk een Ground-type, dus die kan ik beter niet inzetten tegen Talonflame. Oké, ik denk dat ik er nu wel klaar voor ben. Oké, let's go. Daar gaan we. Freaking Talonflame en Rotom. Het enige wat ik nu dus hoop is dat Rotom geen elektriciteitsmoves gaat doen op mijn Poliwrath. Dat zou natuurlijk ook nog een ding kunnen zijn. Poliwrath gaat in ieder geval gelijk terrestrialize. En voor Liquidation op Talonflame, want die moet zo snel mogelijk down, want die was echt goed. Graveler gaat in eerste instantie voor Stealth Rock, zodat elke Pokémon die hij hierna in het veld stuurt alvast wat damage krijgt. Dit is mijn setup. Ik hoop dat het goed gaat. Ik ben wel echt weer excited nu gewoon, omdat ik moet echt op zoek naar een tactiek om deze elite voorgasten te verslaan. En dat is vet. Dat is super vet. Kijk, daar komt hij weer met Brave Bird. Die gaat pijn doen. 158 hou ik over. Oké. Dat kan ik wel mee leven. Dat kan ik accepteren. Will-O-Wisp gaat naar Graveler. Oké. Kan ik op zich ook wel accepteren. Het enige ding is dat ik dus nu hoop dat ik in één keer die Talonflame kan uitschakelen. Ik denk dat het wel zou moeten lukken hoor, jongens. Ja, lekker. En het lukt. Kijk. Dit was precies wat ik wilde. Graveler gaat dus nu voor Stealth Rock. Dus iedereen die nu het veld in komt, krijgt damage. Eigenlijk zou ik het nu willen laten regenen, zodat Fire-type moves minder damage gaan doen. Maar hij kiest nu voor Executor om hem erin te sturen. Die gaat sowieso geen Fire move doen, denk ik. En Executor gaat waarschijnlijk een Gras move doen op mijn Poliwrath. En ik heb niks wat super effective is op Executor. Dat wordt een probleem. Laten we dan maar gaan voor Rotom. Eigenlijk zou ik Poliwrath nu natuurlijk ook eruit kunnen... Ja, oef. Oké. Oké, daar ging Poliwrath al. Mijn Terrestrialize ding actie was misschien dan niet heel handig. Ja, en Executor gaat voor Solar Beam. Dat wordt ook een ding. Dat is een probleem voor Graveler. Oei. Ik denk dat ik nu voor Araquanid moet gaan. Waarom heeft hij trouwens een Executor? Dit is toch een Fire-type trainer? Vind ik wel raar. Daar vind ik wel wat van. Ik vind dat eigenlijk niet helemaal eerlijk. Ik ga voor Leech Life op Executor. En eigenlijk wil ik dat Executor nu gewoon kapot gaat. Rotom gaat voor Hex op Graveler. Oef, die kan hem maar net overleven. Daar komt de Solar Beam. En die gaat op Araquanid. Had ik niet verwacht. Ik had verwacht dat hij hiervoor voor Graveler zou gaan. Oef, oké. Mijn Araquanid krijgt wat HP terug. Ik denk dat mijn Graveler nu kapot gaat. Dat is wel heel jammer hoor. Oh my god. Ja, ik had ook even health items moeten geven. Stonehenge op Executor is niet genoeg. Maar in de volgende beurt gaat Executor wel down sowieso. Spannende battle dit zeg. Graveler gaat nu down omdat hij dus geburnt is door Rotom. Executor heeft Harvest. Wat? Heeft hij nog een Citrus Berry? Wat? Maar dit is te lijp. Wat de Henk? Ik krijg hier Pokémon les, jongen. Ik hoop dat Donphan een beetje snel is. Donphan heeft namelijk een Dark-type move. En Dark is super effective tegen Psychic van Executor. Ik hoop dat we hem kunnen slopen samen. Rotom gaat voor Thunderbolt. Die kan Araquanid, dacht ik, makkelijker overleven dan dat het nu gebeurt. Maar goed. Knock off. Oh, wees alsjeblieft sneller. Oké, Executor gaat voor Solar Beam. Dan moet hij sowieso opladen. Dat is chill. Die gaan we verslaan. Hartstikke idee. Die is down. Oké, nice. Dat is de volgende. Dan nu wordt Camerupt eruit gestuurd. Ja, dat is wel weer een probleem natuurlijk. Ik ga denk even een max potion geven aan Araquanid, want die wil ik in leven houden. En ik denk dat ik nu voor Rotom ga. Hopelijk ga ik Rotom nu verslaan. Rotom gaat weer voor Will-O-Wisp. Ah, maar dat lukt niet bij Araquanid. Dat is lekker. Donphan. Oh, nee. Mis ik? Oh, ik kan hem niet raken. Die Rotom heeft Levitate. Oké. Dit was een matige beurt van beide teams. Oh, Donphan is wel geburnt. Dat is echt super jammer. Ik wil deze Pokémon wel graag in leven houden. Dus Donphan krijgt een full restore van mij. En dan mag Araquanid nu even gaan aanvallen. Ik hoop dat Araquanid eraan toekomt om ook aan te vallen. Rotom gaat voor overheat. Dat mag, denk ik. Jeetje man, maar het doet wel alsnog heel veel pijn hoor. Hey. Liquidation erbovenop. Oh, Rotom had 1 HP over. Serieus? Dat is zo lullig. En hij heeft nog een Rocky Helmet ook. Dan nu Ancient Power. Ook op Araquanid. Ik overleef het wel allemaal. Ah, Rotom gaat voor Thunderbolt. Ah, dat overleeft Araquanid niet. Die Rotom is te snel. Kijk, Donphan finisht in ieder geval Rotom. Maar ik denk dat Donphan dan eigenlijk nu ook down gaat. Die wordt geraakt door de Rocky Helmet. Jeetje. Wat gaat Camera doen? Die gaat voor Ancient Power. Ja, die kan ik hebben. Die kan ik overleven. Dat is top. Dan ga ik nu Quagsire erin gooien. Crispin gaat voor Magmortar. Oef. Ik denk dat ik gewoon iedereen wil aanvallen nu met Earthquake. En dan hoop ik dat ik Donphan levend hou als ik hem een Max Potion geef. Maar ik denk dat dit geen goede keuze is geweest. Want ik denk inderdaad dat die twee Pokémon eerder mogen. Zij zijn sneller dan ik. Ja, Donphan ga ik nu slopen. Dat is jammer. Maar als Earthquake genoeg damage doet...
ik had ze allebei kapot willen maken. Donphan leeft nog? Holy moly. Dan kunnen we deze tactiek nog een keer doen. Jeetje, Donphan is sick. Donphan is een tank die behoorlijk wat klappen kan krijgen van vuur-Pokémon in ieder geval. We geven hem een Max Potion. McMortar gaat voor Sunny Day. Die gaat het even... Oh ja, die gaat ervoor zorgen dat, dat vuuraanvallen waarschijnlijk nog meer pijn gaan doen. Quagsire is er nog. Donphan is er nog. En zij gaan allebei kapot. Lekker. Oké. Okay. Dat was 2-1. Quagsire met die Earthquake is sick. En Donphan die kan het hebben. Eigenlijk moet ik er een Flying-type Pokémon naast zetten, zodat die niet geraakt kan worden als ik Earthquake doe. Maar hij heeft alleen nog Blaziken over. Dat is zijn laatste Pokémon. Dus het is nu sowieso 2 tegen 1. Wat wel lastig wordt nu, terwijl ik ze allebei even maar een Max Potion ga geven, is dat Blaziken een Fighting-type move is. En die gaat natuurlijk gehakt maken van mijn Ground-type Pokémon. En nog erger, daar heb ik nu Ursaluna nog op de bank zitten. Maar daar heb ik helemaal niks aan, want Fighting is 4 keer super effective tegen Ursaluna. Maar waarin ga jij Terrestrializen? Dat is even de grote vraag. Je gaat Terrestrializen naar Fire. Maar welke move ga jij doen? En op wie ga jij dat doen? Focus Blast? Quagsire wordt gemist! Oké, okay. Dan ben ik heel benieuwd hoe ver wij nu gaan komen. Temper Flare, wat is dat? Ik denk dat niet zo... Wow, yo. Ik wou zeggen, ik denk dat niet zo uitmaakt. Maar gelukkig heeft Don van Sturdy dat hij niet in één keer gesloopt wordt. Stomping Tantrum op Blaziken en dat is genoeg. En we hebben de eerste Elite Four member verslagen. En dat ging moeilijk, want ik had wat itempies nodig. En ik had allemaal nieuwe Pokémon nodig. Dit was pittig. En dit belooft heel veel... Voor de volgende battles. Voor de volgende Elite Trainer battles. Oh, hij zegt, ik wilde winnen. Maar ik heb verloren. Wow, dat was geweldig. We hebben het heet laten worden hier, hè, Rikachu. Ik hou van battles en ik hou van koken. Want ze zijn allebei makkelijk om te begrijpen. In battles win je of verlies je. En met koken is je gerecht gewoon spicy of niet spicy. Ja, simpel toch. Maar nu is de sfeer in de League Club een beetje frustrerend. Het is niet zo gezellig meer. Vroeger waren we echt een leuke club, maar nu... Maar maakt niet uit. Ik blijf positief en jij was supersterk, Rikachu. Hopelijk kan ik het vuur van deze battle in mijn pan krijgen. Hier krijg je iets geweldigs van mij. Wat krijgen we dan? We krijgen sowieso een foto. En we krijgen een van zijn favoriete moves. Temper Flare. Ja, die was echt mega sterk. De kracht van die move is dubbel op het moment dat je de vorige move gefaald hebt. Oké. Okay. Daarom ging mijn Donphan bijna in één keer kapot. Oké, okay, doei. Wat een battle. Het is me wel duidelijk dat met een random team je deze battles tegen de Elite Four niet gaat halen. En daar is Raiden en die zegt, yo, toekomstige kampioen. Jij zou wel eens degene kunnen zijn die we nodig hebben om de League Club te verslaan. Nou, tot de volgende keer. En succes met de Elite 3. Oké. Okay. Jeetje, man. Heftig dit, hoor. Ja, dit team heb het wel even gefixt, hoor. Oké, de shinies gaan weer terug in mijn shiny box. En we gaan weer eventjes terug naar hoe het was met de Alolan Pokémon. Ja, en dan moeten we nu rustig door naar de volgende. Dat zou deze kunnen zijn. Oh, maar ook... Oh, Drayton ook. Oh, maar dat zou ook zomaar Drayton kunnen zijn met zijn freaking Dragon-type Pokémon. Het is dus gelukt. Maar man... Dat was moeilijk. Doe een duimpje omhoog en laat in de reacties weten naar wie we hierna naartoe moeten. En met welke Pokémon ik daar naartoe moet. Abonneer en dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!